Na een leegstand van 25 jaar heeft wethouder Bruggink de 18 appartementen boven de HEMA officieel geopend. We zijn heel blij met deze ontwikkeling. Dit is een plek die 25 jaar stil heeft gestaan, waar 25 jaar leegstand was. En dat is jammer, dat is niet goed voor de stad. En dan is het belangrijk dat ontwikkelaars er zijn, zoals de firma Voskamp, die daar brood in zien en die de mogelijkheden zien van het pand. En die ook nog met een beetje subsidie vanuit de gemeente het mogelijk maken om hier op een fantastische plek in de binnenstad te gaan wonen. Nou, het is de Korenmarkt, echt een historische plek voor Almelo. Hier heeft in het verre, verre verleden een hotel gestaan met een hele beroemde naam. Daarna Cuperus, de beddenleverancier die hier ook nog steeds werkzaam is in Almelo. En vervolgens de HEMA, natuurlijk ook heel belangrijk voor Almelo in de economische ontwikkeling. Maar daarna toch het tij gekeerd en is er leegstand gekomen. En dan staat dat pand leeg en dat ziet er dan ook niet goed uit. Voor zo'n belangrijke plek had je Almelo. En nu ziet het er wel weer goed uit. Waar komt het geld vandaan dan? Nou, dit komt uit stadsvernieuwingsprojecten uit het verleden waar nog wat geld over was. Die we dus kunnen bestemmen ook voor verbetering en versterking van die binnenstad. En dit geld hebben we hier zeker ook nog voor kunnen bestemmen. Omdat we belangrijk vinden dat die herbestemming van oude gebouwen ook plaatsvindt. En voor projectontwikkelaars is dat lastig, omdat er dan toch, er zit toch een kostenpost aan vast. Ik hoop dat we dit soort trajecten in de toekomst natuurlijk nog vaker gaan krijgen. Is er nog geld over dan? Nou, we hebben sowieso natuurlijk het binnenstadsproject, het grote binnenstadsproject, waarin ook op verschillende locaties nieuwe plekken gaan komen waar ook wonen mogelijk gaat worden. Bijvoorbeeld boven het V&D-complex, waar eigenlijk een beetje dezelfde situatie aan de orde is. Aan de andere kant, dan hebben we het over het Waagplein. Dus daar gaan ook appartementen ontstaan. Dus we gaan dit nog vaker doen op verschillende plekken in Almelo. Ik zit bijvoorbeeld te denken aan het gat van Talimini. Nou, dat is ook een mogelijkheid. Wij wachten ook daar nog op een projectontwikkelaar die zegt van hé, daar wil ik wel wat doen. Het is ook daar een fantastische plek. Laat dit een oproep zijn voor ontwikkelaars om nog eens een keer heel serieus naar die plek te kijken.